Zo, welkom in de Pleinkerk van de hersteld hervormde gemeente Te Houten. Kom verder. Dank u wel. Hier komen we dus zondags twee keer samen. 's Ochtends om 10 uur, 's avonds om 6:30. 's Ochtends is er de prediking vanuit de Heilige Schrift. 's Avonds ook, maar dan aan de hand van de Heidelberger Catechismus. Kom maar mee, dan gaan we eerst naar de kerkenraadskamer. Voordat de kerkdienst begint, zitten we hier op zondagochtend en eind van de middag zitten we hier samen. En we beginnen hier met gebed en vervolgens gaan we dan naar binnen. Dit is een oud gedeelte van de kerk. Dit was het vroegere koor in de tijd van voor de reformatie. Hier stond het altaar en de priester stond met zijn gezicht in de richting van Jeruzalem. Dus aan de oostkant. En de gemeente die keek ook in deze richting. Straks in de kerk zullen we zien dat die richting is omgedraaid. Hier zien we 3 portretten. Het linker portret is van Maarten Luther, de bekende reformator die op 31 oktober 1517 zijn stellingen heeft aangetikt, aangehamerd aan de deur van de slotkapel in Wittenberg. In het midden zien we de reformator, althans een portret van hem, Johannes Calvijn. En rechts een afbeelding van Philippus Melanchthon, vriend van Maarten Luther. Zij hebben dus de nadruk gelegd op het woord, op de prediking van het woord. Dat moest weer centraal komen te staan. Dus dat zien we ook in onze diensten terug. De uitleg van de Bijbel is heel belangrijk. De mensen hechten daar ook aan dat de Bijbel uitgelegd wordt, maar ook dat er over gesproken wordt hoe de Heere door zijn Heilige Geest werkt in het leven van de mensen. Wij zijn te gast in de Pleinkerk en wij voelen een soort opwinding, omdat we hebben best wel veel moeite gedaan om naar de kerk te mogen komen. U heeft veel moeite gedaan om te zorgen dat wij in de kerk mochten komen. Is die opwinding terecht? Dat hangt er vanaf. Ik ken uw mate van opwinding natuurlijk niet, maar het is een heel oud gebouw met veel geschiedenis. En wat dat betreft kunnen we wel zeggen van ja, als het ware de muren spreken boekdelen. En ik denk wel dat we kunnen zeggen, deze kerk is beeldbepalend van echt het oude Houten. En ik denk ook iedere echte Houtenees weet wat er met de Pleinkerk in Houten bedoeld wordt. Men hoeft dan niet te zoeken. Het godsdienstige leven in Houten, dat is hier op deze plaats begonnen. Dit is de oudste religieuze plek van Houten. Dat kun je met zekerheid stellen. Ja. Maar tot in het begin van de 20e eeuw had je in het oude Houten, toen waren Schalkwijk en het Gooi er nog niet bij, had je eigenlijk maar 2 kerken, deze kerk en de Rooms-Katholieke kerk. En later is er nog een gereformeerde kerk bijgekomen, maar het aantal kerken is echt behoorlijk toegenomen na de Tweede Wereldoorlog. Dus in Houten heb je eigenlijk de geschiedenis van de versnippering van de kerk ook van dichtbij meegemaakt. Het is hier begonnen, ja. En uiteindelijk is dat allemaal, ja, in andere stromingen opgegaan. Ja, dat kun je inderdaad wel zeggen. Maar ik denk dat zeker mensen van de hervormde gemeente Houten, van Sion en ook van bijvoorbeeld de Opstandingskerk, de protestantse gemeente, dat die toch zeggen van ja, dit is als het ware de moederkerk, hier zijn we uit voortgekomen. Nu staan we voor een ontzettend mooi plaket, hoe moet ik het noemen? Het is een grafmonument. Het is gewijd aan Diederik van Veldhuizen. Die is in de 18e eeuw overleden en die ligt hier begraven. Vroeger werden er veel mensen begraven in de kerk. Ook daar, in die hoek, zien we een grafmonument en daaronder is ook een graf geweest. En ook in wat nu de kerkenraadskamer is, wat vroeger het koor was, daaronder werden ook bijvoorbeeld geestelijke begraven. En ook hier in de hele kerk. Kijk, onderscheid moet er zijn. Diederik van Veldhuizen was blijkbaar een belangrijk man, dat kun je zien aan de grootte van het monument. Maar ook andere mensen werden in de kerk begraven, wat u nog kunt zien. Aan bijvoorbeeld de nummers van de stenen. Dat waren de nummers van de graven. De kerk hield ook altijd precies bij wie er gedoopt werden, wie er trouwde
weer begraven werden. De zogenaamde DTB-boeken, doop, trouw en begrafenisboeken. En bestaan die boeken nog uit die tijd? Die bestaan nog, maar die liggen bij het archief. En we moeten wel bedenken, voor genealogisch onderzoek zijn die boeken heel belangrijk. Want de echte burgerlijke stand is hier in Nederland pas gekomen sinds de tijd van Napoleon. Meneer Veldhuizen, weet u waar hij zijn prominente plek in de kerk aan te danken heeft? Ik denk dat dat puur te maken heeft met dat hij een prominente plaats in de maatschappij had. We hebben natuurlijk mensen gehad die de baas waren over een gerecht. Zat je mensen die hadden wat te zeggen over het gerecht Oud-Wulven, over het gerecht Wittenburg. En die mensen die hadden ook hun eigen plaatsen. Wat je ook nog kunt zien aan de herenbanken, zoals u die hier aan de zijkanten ziet. Als we kijken bij deze bank, daar staat boven Schonauwe. Nou, dan weet men gelijk, dat heeft alles te maken met kasteel Schonauwe, waar nou niet veel meer van over is. Maar bovenin zaten dan de belangrijke mensen van het kasteel. En hieronder zaten of de kinderen of het personeel. En dat zie je steeds bij die banken. Waar er een luifel is, daar zaten de belangrijke mensen. Zonder luifel, dat waren dan vroeger de wat minder belangrijke mensen. Wie zaten er hier? Hier van Schonauwe. Daar ziet u bijvoorbeeld Oud-Wulven. Rechts is Oud-Wulven? Ja. En in deze dagen zitten er nog steeds de belangrijkste mensen? Nee. Het is zo dat iedereen mag gaan zitten waar hij wil. Alleen die bank daar is voorbehouden aan de ouderlingen en de diakenen. Daar liggen ook bijbels op. Ja. De stenen doopvont vanuit de middeleeuwen. De doopvont die vroeger altijd bij het begin, bij de ingang van de kerk stond. En de mensen kwamen vroeger door de grote deuren naar binnen. Ik kan het niet laten zien. Dus in de toren? Ja, men kwam door de toren, door die grote deuren naar binnen. Een kerk was vroeger een gewijde plaats voor de reformatie. En als er dan een kindje gedoopt werd, voordat hij eigenlijk in de kerk kwam, werd hij gedoopt op die plaats. Want deze doopvont stond vroeger op deze voet. En vanaf de reformatie werd er door de predikant, na de preek, gedoopt vanaf de kansel. De predikant kwam dus een stukje naar beneden. Hier zat de doopschaal in. En van hieruit bediende dan de predikant de heilige doop. Toen de oorspronkelijke doopvont weer terugkwam in de kerk, hebben we dit niet meer gebruikt. Dopen we altijd van daaruit. Dus we beginnen met foto, met zegen aan het begin van de dienst. Dan wordt er een psalm gezongen. En vervolgens, in de ochtenddienst, leest de ouderling van dienst de wet des Heren uit Exodus 20. En daarna de schriftlezing. Dan gaat hij weer terug naar zijn bank. En vervolgens vragen we de Heere om zijn zegen in het gebed. Wordt er weer gezongen en dan wordt er een tekst genomen uit de kanselbijbel. De mensen die luisteren dan, en voor ons is heel erg belangrijk dat de schrift uitgelegd wordt. En dat ook een toepassing komt naar het dagelijkse leven. Wie is God in je leven? Wie ben je zelf in je leven voor God? Ken je de genade van de Heer Jezus Christus? Weet je van het werk van de Heilige Geest in je leven? Dat komt in iedere preek min of meer aan de orde. Zeker 's ochtends. Hoeveel mensen telt uw kerk? Er kunnen er hier, maar dat weet ik niet precies, maar er kunnen er zeker wel zo'n 200 in. De gemeente op het ogenblik telt, inclusief de kinderen, zo'n 230 mensen, denk ik. En zijn er veel kinderen? Het is zo dat als ik zondags kijk, zeker 's ochtends, dan is toch al zo'n beetje een kwart onder de 30. En als ik daar weer even van kijk, dan denk ik dat een achtste toch wel onder de 15 is. Als ik het zo ruw schat. Het beeld van deze kerk, en dan praat ik puur vanuit mezelf, is dat het een hele strenge kerk is. Ja. Is dat beeld terecht? In die zin dat we wel veel nadruk leggen op dat de mens van nature onbekwaam is. Tot enig goed geneigd, tot alle kwaad.
tenzij door Gods geest wederom geboren worden. Dat benadrukken we, de zonde. Maar we benadrukken evenzeer de genade die er is voor zondaren. Door het werk van de Heer Jezus Christus. Door wat Hij gedaan heeft aan het kruis. Door daar te sterven. Maar waar Hij ook is opgewekt uit de doden. Dat is eigenlijk het centrale. En de opstandingsdag van de Heer Jezus Christus was op de eerste dag van de week, op de zondag. En dat is de reden dat we ook op de zondag altijd samenkomen. Ja, twee keren, 's ochtends en 's avonds. Ja. Ja. En of dat streng is, ik denk dat het erom gaat dat Gods naam geëerd moet worden. Maar ook dat verklaard wordt hoe zondaren de zaligheid leren kennen. Voelt u die strengheid als een onderscheidend punt van de andere kerken? Wij staan zo bekend, dat is gewoon een gegeven. Maar ik denk wel dat mensen het zo zullen voelen. De omgang, moet ik zeggen, met andere mensen, ook van andere kerkgenootschappen hier in Houten, zeker wat betreft de predikanten, die is toch wel goed te noemen. Ja, want u ontmoet zelfs alle voorgangers uit de andere kerken regelmatig, hè? Ja. Zo'n drie keer per jaar hebben we dan een pastoresconvent, zoals dat heet. En dan komen we bij elkaar en dan wisselen we ervaringen uit. Ook wat betreft, zijn de dingen in de gemeente Houten die spelen, moeten we daar eventueel als kerken samen iets over zeggen. En het is ook altijd gewoonte geweest dat zeker één keer per jaar de burgemeester dan ook in ons midden is. Van dat pastoresconvent. Ja. En gezamenlijke initiatieven? Die zijn er soms wel. Wat betreft de zondagsopenstelling van winkels, daar hebben we als kerken toch wel bezwaren tegen. Omdat dat ingaat tegen Gods woord. Hè. De opstandingsdag van de Heer Jezus Christus is een rustdag. In die hoedanigheid trekken we dan ook samen op. En als er zich eens iets voordoet, dan weten we elkaar te vinden. Naast de zondagse erediensten weten de mensen elkaar ook te vinden in bijbelkringen, in catechisaties, gemeentemiddagen. Jeugdwerk voor jeugd onder de 12, voor jeugd tussen de 12 en de 16 en voor oudere jeugd. Mensen zijn ook betrokken op elkaar. Als er bijvoorbeeld eens ergens nood is, ziekte in de gemeente, dan moet geholpen worden. Dan zijn er ook gemeenteleden die voor elkaar klaarstaan. We zijn even hier gaan staan omdat het orgel in deze kerk wel buitengewoon groot is. Het is het zogenaamde Van Oekelen orgel. Er zijn er meerdere van in Nederland uiteraard, maar dit schijnt het zuidelijkste Van Oekelen orgel in Nederland te zijn. Kunnen we eens boven kijken? Ja. Volgt u mij maar? Ja. Oeh, we zitten echt in de donkere gangen van de toren. Hier zijn we bij het orgel en hier zien we de toetsen. Vergild en aangeslagen. Hoe oud is het orgel? Geen idee, maar een paar honderd jaar zeker. Dominee van Rooijen, we gaan u heel erg hartelijk bedanken voor een gastvrije en warme ontvangst in de Pleinkerk. Het is een plek waar ik volgens mij het meest ben langs gefietst en me het vaakst heb afgevraagd van hoe zou dat nou zijn daarbinnen? Al die vragen hebben we vandaag een antwoord gekregen. Daarvoor dank. Nou, ik vond het fijn om jullie hier te ontvangen. En ik moet zeggen, van genoeg was wederzijds. Maar ik hoop dat jullie niet alleen langs zullen fietsen, maar ook op zondag binnen zullen komen. En we nodigen iedereen hartelijk uit om de eredienst bij te wonen. Om 10:00 's ochtends en 6:30 's avonds. Klopt. Dank u wel. Graag gedaan. We zijn door die deur binnengekomen. Ja, daar komen alle kerkgangers door naar binnen aan het begin. Dat is ook een beetje vanwege de kou. Eén deur dat houdt wel tegen. Maar aan het eind van de dienst gaan beide deze deuren open. Dus laat ik jullie ook door deze deur uit. In de regen weliswaar. Heel erg bedankt. Goed. En tot ziens. Tot ziens hoor. Dag hoor. Wel thuis.